tijd om te tonen wat ik gekocht heb in de kringloopwinkel. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn hier vandaag zondag en dit is mijn ochtendgezicht. Net een rijtje gebreid en nu ga ik Sims spelen. Ik zit hier aan mijn computer, mijn cornflakes. Ik ga eigenlijk havermoutwafeltjes maken, maar ik heb geen eieren en ik heb geen wafelmachine. Net een tijdje de Sims gespeeld. En nu ga ik vertrekken richting mijn ouders. En voor het eerst ga ik naar mijn ouders met de elektrische fiets. Hallo, het is toch al even geleden dat jullie mij hebben gezien. Het is namelijk nu 4:40. Ik ben net klaar met werken. Het was weer heel tof bij mijn ouders. En nu ga ik mijn havermout wafeltjes bakken, want ik heb eieren. Check! Net gegeten! En nu is het tijd voor mijn pakje. Dag 7. En het zijn weer prinsenkoeken. Want het was zo het anders in zo'n klein pakje. Die milkas van gisteren is trouwens echt de best. Die zijn zo met die mercietjes met koffiesmaak. En dat zijn echt mijn favoriete mercietjes. En het is een hele. En het zijn allemaal zulke. Yummy! Ik zal echt moeten vragen aan mijn mama dat ze die gehaald heeft. Want dat zijn echt de beste ooit. Net wat kastanjetjes gepoft. Zoals je kunt zien. Dan leg mijn kastanjes uit. Oh, en hier zijn de schelletjes. Ik moest ook mijn horloge opladen omdat hij echt plat was. Kijken hoe dat er nu mee zit. Volledig opladen. Vanavond ga ik mijn gezicht wassen met de Face Soap Clarity 3-in-1 Detox Vitamin C Facial Wash van Soap & Glory. Die kocht ik ooit bij Boots in Londen. Gezicht gewassen, tanden gepoetst, zelf een deel van mijn benen gescheerd. En nu ga ik nog heel even mijn voeten vuilen. Goed, zit haar in mijn voetenborstel. Zo, nu ga ik gewoon lezen en dan ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe Vlogmas vlog. Tijd om te tonen wat ik gekocht heb in de kringloopwinkel. Het totaal hiervan was trouwens €7,50. Als eerste haal ik mijn duurste item eruit. Dit leuke rendierknuffeltje. Echt, ik vind het echt mega machtig. Ik had het meteen gekocht als ik het ergens anders zag liggen. En deze was €2. Ik heb nog een rendier gekocht. Deze. Mijn belletjes aan. Ik vind het ook echt een heel leuk item. En die was €1,50. Daarnaast kocht ik dit kommetje voor €1. Ik kocht één Disney kerstbal. Met aan deze kant Mickey en aan de andere kant Minnie. Deze was 20 cent, echt geen geld. En volgens mij kan die zelf open. Deze komt uit Japan, want er staat iets Japans op.
Vind ik echt leuk. Ook kocht ik deze set voor kabouters. Dit was 75 cent. Ik weet nu niet of dat voor de beide of voor elke kabouter gemaakt was. Zo kunnen we uitrekenen. Ook heb ik deze mannetjes gekocht. Ze zijn allemaal zo kerstachtige figuren. Kleine houten poppetjes. Deze waren 30 cent. Ik kocht ook deze houtachtige, kartonachtige kerstballen. Deze waren 60 cent. En ik kocht twee van deze pakken met dingetjes. Deze was 60 cent. Echt heel leuk wat er hier zit. Echt zo een artificiële kerstboom gaat het eruit zien. En hier zijn er ook in en deze waren ook 60 cent. Zo, dit is wat ik allemaal gekocht heb in de kringloopwinkel van kerstversiering. Er was eigenlijk nog veel meer. Er waren ook bomen die ook echt groter waren dan mij en allemaal voor 15 euro. Zo van die, allee, van die plastieke bomen uiteraard. Maar ik heb ook een plastieke. Als ik nog geen kerstboom had, had ik er daar sowieso één gekocht. Dus ik ben heel erg blij met mijn kerstvangst. Dus kleine tip. Als de kerstdagen eraan komen en je hebt nog geen kerstversiering genoeg, of je wel een nieuwe kerstversiering, ga zeker eens kijken bij de kringloopwinkel. Dat sponsort just heel enthousiast hierover. En als je ziet dat ze aan het zetten zijn in je kringloopwinkel en je mag er nog niet in, vraag dan gewoon wanneer dat komt. Dat heb ik ook gedaan. En er stonden zeker 20 mensen voor de deur. Want vandaag was de eerste dag en er stonden zeker 20 mensen voor de deur voordat het open ging. Dus ik denk als je vanmiddag was geweest, dat je echt wel heel veel had gemist.